we hebben nieuwe truien binnen en ik heb ze gecombineerd op die rok. Daar heb ik ze eigenlijk ook voor meegebracht, dat je even wat meer kan combineren op die popcorn rokken. Maar ik heb net ook foto's gemaakt met die nieuwe comfy pants eronder en dat ziet er ook heel gaaf uit. Maar die broek die ga ik toch nog eens even laten zien. Het is jammer dat ik hem niet kan laten voelen, hè Sjan? Ja, hij is heel zacht. Ja. Dat is zo'n zacht spul, het lijkt bijna vlies. Ja. Maar dat is het toch niet, hè? Het lijkt bijna vlies, maar dan ziet het er best netjes uit. Want het ziet eruit als een dure wollen broek. Ja. En dan is het gewoon het modelletje eigenlijk van een joggingbroek. Ja, ik heb hem hier voor mijn eigen man klaar liggen om mee naar huis te nemen. Want die is te fijn, denk ik dan. Die moeten we gewoon hebben. Die broeken die zijn 39,95. Die zitten lekker hoog. En die kun je dragen van 38 tot en met 42. Dat ging het nou niet om. Het was de trui. Een hele mooie grof gebreide trui met een driekwart mouw. Ik zal dadelijk ook nog even foto's maken dat ik geen kooltruitje onder heb. Maar ik vond het eigenlijk zo wel heel leuk te uitzien. Ja. Hè? En dat draagt natuurlijk lekker. Het is ook best koud weer op het moment. Hè? Dus dan is dit zo ook heel erg fijn. Maar ook een hele goede tip. Als je dan zegt van ja, ik heb een trui, maar dan heb ik het nog een beetje kou. Dan kun je meteen zien hoe leuk het is om als een beetje kooltruitje onder te dragen. Ja. Toch? Ja. En die zijn ook heel fijn onder vesten en onder blazertjes, jasjes. De trui, dat is een mooi prijsje. Die zijn 39,95 als ik me niet vergis. En dan voor zo'n royale trui. Hier zit alpaca wol en gewone wol in, acryl en viscose. Dus dat is gewoon een hele fijne mix. Hij is iets of wat gemeleerd. En dan voor heb je dat puntje zo. Puntje. Ja, dat daar naar binnen loopt. En dan achter is hij ook gewoon lekker lang. Ja, ik vind dat ook zo rok dan op. Ja, dat is wel dat leuk. Dat is weer heel nonchalant, hè? Want ik had hem natuurlijk op de foto met het bijpassende truitje. Maar dit is natuurlijk ook wel heel erg leuk. En het draagt natuurlijk fijn. Nou, hebben we nog een meerdere kleuren, denk ik, of niet? Die trui, ja, ik heb eigenlijk ook bij de jeans blauwe rok. Die popcorn rok heb ik ook in de jeans blauw. Daar heb ik ook een truitje voor meegebracht. En ik heb de trui zelf ook in het cakey kleur. Een beetje een lichtere cakey kleur. En in ecru en taupe. En die rokken heb ik in de taupe binnen. Oh, ik heb van alles. Misschien moeten we die rok vast hebben in een taupe kleur. Ja. Grijs heb ik nou aan. Taupe kleur, die gaan we fango noemen. Ecru kleurtje of beige. Even kijken. Oversized trui, beige hebben we die genoemd. De jeans blauwe. En de groene. Ja, zeg ik toch goed hè? Ja, 39,95. Ik vind dat geen geld. De rokken zijn 49,95. Ik ga daar ook nog even de blauwe sowieso combineren met zo'n blauwe rok. En die taupekleurige ook. Ja, die zijn super. Ik heb er zelf ook in. Ik heb hem de hele tijd aan. En als het weer het toelaat dat het niet te koud is, doe ik er niet eens een panty of iets onder. Ik doe gewoon lange laarzen eronder. Dan hebben we geen blote benen zien. En dan is het gewoon voor mij warm genoeg. Terwijl ik toch wel een kou kleur ben. Is het nou zo dat ik echt koud word? Ja, dan doe ik er een panty of een majoor of een legging of iets onder. Maar ik vind het zo fijn zitten. Ik ben echt sinds de zomer eigenlijk wel om. Dat een rok toch wel een heel fijn kledingstuk is. Ja, dat is de goede set. Kijk, hier hebben we hem in taupekleur. Ja, perfect bij elkaar. Ja. Ja, dat is zo moeilijk ook op inkoop natuurlijk. Dit komt van twee helemaal verschillende leveranciers af. En dan moet ik ook maar gokken dat het exact de goede kleur is. Want als het net wel afwijkt in de verkeerde kleurenlijn zit, ja, dan heb ik er al niks aan. Ja, dan combineren we het wel weer op een andere manier bij elkaar natuurlijk. Maar ja, dit is ook weer een perfecte combi. Ja. Die rokken 49,95. Ja, die rekken heel erg. Hi Yuki, hallo. Ja, dat is Yuki van Nicole. Die was gevallen vanmorgen. Ja. Zo zielig. Kom maar Yuki. Ja, uit zijn fietsmandje. Hij was uit zijn fietsmandje gevallen. Dat is zo'n fietsmandje. Ik heb er ook drie van Bessel. Ja. Daar zitten die kapjes op. Die kapjes, die stiekjes gaan meteen kapot. Dus ik heb voor €450 drie van die mandjes. Ik doe er maar drie, want op iedere fiets vier rondjes. Binnen een week werkt hij niet meer. En dan waren bij Yuki en Nicole ook zo'n mandje. Dat mandje dus kapot gegaan. En die schiet in een gat. Kap dat ding eraf. Dat kapje eraf. Yuki op de grond. Ja, wat zal gaan. Loopt allemaal fout af natuurlijk. Dat was bewusteloos. Ja, die lag even van pappers op de grond. Ja, nou is Yuki heel zielig vandaag. Goed. Afijn. Dat was even tussendoor. Die rokken, die kun je dragen vanaf maand 36. We delen liever leed, Ja, daarom. Maar
Die kunnen dragen van maat 36 tot en met 42. Kijk, er zit genoeg rek in. Ik heb wel rondere heupen, rondere billen. Bij 42 zou ik daar wel rekening mee houden. Als je nou een beetje rechtere heupen, plattere billen, is dat mooier. Als je ronde heupen, nog rondere billen hebt, want dan gaat er daar wel omheen zitten. Dus, ja. Maar het gaat prima, want het is wijd genoeg. En het loopt ook nog wel ietsje uit, want ik heb hem zelf ook en ik heb hem het liefst een beetje los natuurlijk. Nou, die rokken zijn 49,95. De laarzen zag ik dat we die nog in maat 36 en in maat 37 hebben. Die zijn 59,95. Dus als je die maat hebt, dan heb je geluk. Truitje 39,95. Kooltruitje 34,95. Heb ik hier misschien nog iets leuks. Als ik dan toch zwarte laarzen. Grijs is heel erg in. Grijze laarzen zijn ergens te krijgen. Want ik heb het hele internet al afgestruit. Dat is er gewoon niet. Dus dan moet het weer afstijlen met zwarte laarzen. Dan is het denk ik ook wel leuk om een zwarte tas bij te doen. Zeker. Nou, dit is de tote bag. 29,95. Dat zijn tassen die zijn eigenlijk nagemaakt van Marc Jacobs. Maar dan zijn ze tussen de 350 en 450 euro. Die is 29,95. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.